koekeloer hier. Ik koekeloer daar. Ik koekeloer het hele jaar. En koekeloer jij. Even naar mij, dan koekeloeren we. Koekeloeren we, dan koekeloeren we allebei. Zo, mof. Nou, nu hebben we asperziebonen en sla. En wat moet er nog meer in onze groentetuin? Tomaten, pier. Ja, we moeten echt tomaten hebben voor onze groentetuin. Ja, van die grote. Mm-hmm. Oh, kijk daar. Daar liggen hele mooie rode. Oh, ja, pak die maar, moffel. Trots tomaten. En komkommers, hè? Oh ja, ja mof, doe maar lekker veel komkommers. Oh ja, want daar ben ik echt dol op. En als ze nou goed gaan groeien, hè, zodat we veel kleine jonge komkommertjes krijgen, dan kunnen die weer mooi door de sla. Ja. Dus veel komkommers, hartstikke mooi plan. En dan nog wat of niet? Even denken. Bonen. Bonen, bruine bonen, dat vind ik lekker. Ja, even kijken. Oh, die staan daar. Mm-hmm. Ja. Oh, moffel. Ik denk dat één blik echt wel genoeg is, hoor. Want er zitten zoveel bonen in. Ja. En ik denk dat we ook wel genoeg hebben nu voor in onze groentetuin. Ja, denk je ook niet? Ja. Oké, zullen we naar de kassa gaan? Ja, prima plan. Ja. Pier, kijk, lollies. Oh, die wil ik ook in de tuin. Nou ja, lollies in de tuin. Ja, want kijk, ze zitten op houten stokjes. En hout groeit toch ook, want bomen zijn ook van hout. En die groeien ook. Dus dan hebben we straks allemaal jonge lollies. Echte lentelollies in de tuin. Jonge lollies. Nou ja, van die hele kleine, piep, piep kleine lollies. Nou ja, waarom ook niet? Misschien kan het wel. Ja, we kunnen het gewoon proberen, toch? En niet te dicht bij elkaar zetten, hè, mof? Want we moeten wel genoeg ruimte hebben voor de jonge sla straks. En voor de babykomkommertjes en voor... babykomkommertjes. Ja, maar het moet wel, hè? Want anders kunnen ze niet goed groeien. Ja, maar Pier... Ik snap het allemaal wel, hoor. Kijk, het is toch wel goed zo? Ja, prima. Oh ja, en we moeten de bonen niet vergeten. Wacht, hier zijn ze. Hallo, Pier. Dat blik moet wel eerst even open. Ja, je dacht toch niet dat het zomaar ging? Dat de jonge bruine boontjes zomaar uit het blik kwamen groeien? Oh nee, je hebt gelijk, hoor, mof. Ik haal wel even de blikopener, hè? En daarna zijn we klaar, hè, met onze groentetuin. Ja, dan moeten we gewoon wachten, Pier, tot het gaat groeien. Maar het is lente, dus dat gaat heel snel. Ja, en als de zon nou een beetje blijft schijnen, Ja, tuurlijk. En wat zal het lekker zijn, hè, mof? Groente uit onze eigen tuin. En misschien zien we morgen al dat het gegroeid is. Want het is zulk mooi weer. Oh ja. De blikopener. Ja, het is een heerlijk weertje. Hallo, daar ben ik weer. Ik ben Flip de Beer. Bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer? Hallo allemaal. Vandaag ga ik iets leuks doen met Marwan en Kevin. Wow, we gaan eerst een stukje rennen. Ik heb het nog koud. Ik ga winnen. Ik ga winnen, ik lig voor. Hey, hoe is dit huisje? Hey jongens, jullie komen mij helpen. Ja. Flip is er ook. Ja, nou, hallo ome Dirk. Dan moeten jullie andere kleren eigenlijk aan, hè? Want je kent niet hier goede kleren. Ja. Want dit is al een beetje modderig en een beetje zanderig. Ja. Dus we gaan overal aantrekken. Overal? En de zijn. Ja, blijf maar even wachten. Zal ik even het overal pakken? Ja. Jij de blauwe. Ja, de rooi. Pak ik even de laars, hè, voor jullie, want hier moet ook laars zijn natuurlijk, hè? Ja, heeft u voor mij ook een overal? Of niet? Hou je laars aan. En laarzen misschien? Stoer hoor, ik.
Kom mee, jongens. We gaan er tegenaan. Ik hoef geen overal aan. En ook geen laarzen. Hé, het huisje is helemaal van glas. Zo. Doen we zaadjes in en dan gaat het groeien. Want het is lekker warm in een kessie natuurlijk. Dat is beter als buiten, want het gaat nog vriezen s'nachts. Dat heet een kastus. En hebben we daar die grond hebben we staan. En dan doe je je potje vol met grond. Doe het maar eens. Kijk. Flip, zie je het goed? Doen ze het goed? Ja, ze doen het prima. Meneer, goed hoor, jongens. Gaat goed. Gaatjes erin maken. Ik wil wel meehelpen. Mag dat? Ja, dat helpt ook niet. Ja. Even kijken hoor. Helemaal vol met grond. Hoepakeetje. Zo, nog een beetje erbij. Ik had misschien toch beter een overal aan kunnen trekken. Ja? En dan een gaatje erin. Niet helemaal tot een niet zo erg diep hoor. Oh. Zaadjes moeten niet zo erg diep erin. Oké. Dus een klein gaatje maken en dan het zaadje erin. Ja. Dit is wat langer. Zo, dat gaat goed. Zaadje. Een zaadje. Oeps. En hopla. Die zit. Beetje aandrukken. Zo, die is ook klaar. Nou, nog eentje en is je vol. Ja, gaat goed, hè? Oeps, zakje. Nou. Zo. En nu? Dat gaat. Ach, natuurlijk. Water. Er moet water bij de zaadjes, anders kunnen ze niet gaan groeien. Ja, ze zijn bijna helemaal vol. Doe er maar goed onder. Ja. Er zit wel genoeg in, denk ik. Hij wordt een beetje als het water. Ja, natuurlijk. Het is best zwaar, zo'n gieter. Het is zwaar. Is dit zwaar? Mag ik iets doen? Moet hem een beetje hoger houden. Oké, makkelijk gieten. Dan komt het water beter uit. Ja, oh. Ja. Nou, ik kan er maar echt niet bij. Jawel. Gaat het goed hoor, jongens. En dan gaan ze groeien natuurlijk. Okay. Of het duurt wel een paar weken. En dan worden ze zo. Zie je wel. Dan komen ze er allemaal uit. Kijk eens. Zie je wel, dan komen ze er allemaal bovenuit. Ja. En dan groeien ze en dan later worden ze. Hier zijn drie gaatjes. Ja, dus eerst zitten de zaadjes in een potje en dan komen er plantjes uit. Zo. Nou, nu moeten ze een tijdje groeien. En laten we ze in de kas. Oeh, ik heb er wel dorst van gekregen. Het was heel leuk, jongens. Tot de volgende keer. Dag, tot de volgende keer. Dag, tot de volgende keer. Ik ben wel heel erg vies geworden, zeg. Pier, wakker worden. Opstaan, wakker worden. Oh ja, goedemorgen, moffel. Wat was er nou ook weer dat we moesten onthouden vandaag? Ja, ik weet het weer. Onze groentetuin. Juist. Ja, kom op, moffel. Dan gaan we kijken hoe het met onze groente is. En misschien zien we ook kleine tomaatjes. Ja, of babykomkommertjes. Kom op, ja. Mijn bril. Waar is mijn bril? Hé? Oh. Kijk nou, Pier. Ja. Kijk eens naar de sla. Oh, nou kijk nou, de blaadjes hangen helemaal slap. Nou, hoe kan dat nou? Ja, en de komkommers en de courgettes en nog helemaal geen nieuwe kleine tomaatjes. Nee. Hé, maar Mof, ik weet het. Weet je wat we zijn vergeten? Nou? Water! We zijn helemaal vergeten om alles water te geven. Dat moet natuurlijk wel. Ja, wat dom van ons, Pier. Ja. Want zonder water groeit er niks. Ik ga meteen de gieter vullen. Ja, Zo, daar nog een beetje meer, Mof, bij de sla. Want sla houdt van veel water. Hé, hey, Mof en Pier. Hé, hey, Arie. Wat zijn jullie nou aan het doen? Hé, hey, Arie. Nou, kijk, we hebben onze eigen groentetuin aangelegd. Ja. Goed, hè? Maar toen waren we vergeten water te geven, dus nou hangt de sla al slap. Oh, ja. Hé, hey, meneer, hadden jullie dat allemaal in de grond gezet dan? Nou, gewoon gisteren. Hé? Hey. Maar dat kan toch niet zo snel gegroeid zijn? Nee, tuurlijk niet. Waar komt al die groente dan vandaan? Dat hebben we gisteren allemaal in de supermarkt gekocht. Ja, maar jongens, zo werkt het niet hoor. Oh nee? Nee joh, nee. Je moet de groente niet in de grond stoppen. Maar de zaadjes. Ja, en uit de zaadjes komt dan een nieuwe groente. Ja, zo hoort het. Ja, dit gaat allemaal dood, jongens. Hier komt echt geen nieuwe uit, hoor. Oh. Ja, en het duurt best een paar weken, hoor, voordat er nieuwe groenten gaat groeien uit die zaadjes. Zo lang? Waar? Ja.
Oh, hey, maar wacht eens. Ik heb thuis nog wat zaadjes voor radijs. Lusten jullie dat, radijsjes? Ja, lekker, radijs. Nou, mooi. Goed zo. En ja, radijs groeit nog eens lekker snel ook. Hé, hey, weet je wat? Ik ga meteen die zaadjes wel even halen. Ben zo terug. Ja. Doei. Ja. Oh, nou, een ontzettende domper. Ik wil een boom vol toverballen en een mooie lollieplant. Rode, gele, groene, blauwe, 100 lollies in mijn mand. Ik zaai een handje krenten, want in mijn tuintje wordt het lente. Een bedje met rozijnen en met de zon straks. Zaai een handje krenten, want in mijn tuintje wordt het lente. Een bedje met rozijnen en met de zon straks is het lente. Ik wil een boom vol toverballen en een grote ijsjesstruik. Want als ik die leeg ga eten, krijg ik bloemen op mijn buik. Ik zaai een handje krenten. Ja, ik had nog een heleboel zaadjes van vorig jaar. Ja, hey, willen jullie ze zelf in de grond stoppen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, ja. Ja, dan tuurlijk. Moet je eerst even een gultje graven. Een ja. Gultje. Oh, gultje. Ja, zo. Heel goed. Nou, en dan strooi je daar zelf de zaadjes in. Oh, ja. Zaadjes. Instrooien. Oh, dan worden het echt hele mooie radijsplantjes, hoor, jongens. Zo, klaar is Kees. Ja, nou moet je er even wat aarde overheen strooien. Aarde erover. Oh, de soezer. Zo goed, Arie? Ja, prima. En nou een beetje water. Maar niet te veel, hè? Oh ja, water. Nee, niet te stel je voor zich. Zo, een beetje water... Zo. Ja, helemaal goed, jongens. Ja. Nou, en dan maar wachten, hè. Ja, en hopen dat het zonnetje blijft schijnen. Ja, ja. Nou. Ja, het is lente, dus dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Ja. Hé, hey, Mof, kijk eens. Onze lollies. Die zien er nog heel goed uit. Hé, hey, lollies? Ja, kijk, we hadden ook lollies geplant. Ja, want die hebben toch stokjes van hout en hout groeit. Dus we dachten, straks komen daar vast wel babylolletjes uit. Ja, die zijn er nog niet, maar de lollies staan er mooi bij. En zelfs zonder water. Babylollies. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, maar zo gaat het niet, hoor. Nee, lollies groeien niet in de grond. Maar ja, nou jullie ze toch hier hebben geplant. Mag ik dan een eigen groentetuinlolly proeven van jullie? Ja, nou en of. Kijk hier, Arie. Een echte lentelolly. Oh ja. Nou, dan eten we over een paar weken lolly met radijs. Lekker. En koekeloeren jullie weer de volgende keer? Oh ja. Bij onze programma's is begeleidend materiaal te bestellen. Een educatief spel, poppen, mappen, handleidingen en werkbladen. Ga naar schooltv.nl/webwinkel. Ik koekeloer hier. Ik koekeloer daar. Ik koekeloer het hele jaar. En koekeloer jij. Even naar mij, dan koekeloeren we. Koekeloeren we, dan koekeloeren we allebei. Even kijken, dit... Oeh, nou, dat is nogal een soeza, hoor, zo'n kar maken. Eens kijken, lukt dat nou niet...
Misschien moet hier een spijkertje. Een spijkertje. Ja, eens kijken. Een spijkertje. Er moet een spijker. Ja. Hé, hey, Moffel. Lukt het met je kar? Tja. Ja. Oh, nou, ik denk dat die plank andersom moet, hè, Mof? Wacht, ik kom je wel even helpen, want helemaal alleen een kar timmeren, dat is echt moeilijk, hoor, Mof. En ik vind timmeren leuk. Ja. Dus, kom maar, dan houd ik wel even dat plankje vast, dan kan jij... Nee, ga nu maar weg, hè, want ik kan het heus wel zelf, hè? Oh, ja, maar we kunnen toch samen ook... Nee, nee, Pier, nee, jij kan toch niet timmeren? Nee, dit is echt mannenwerk. Nou. Nee, dit is niks voor jou. Ik kan het heus wel. Nou, nee, Pier, genoeg. Trouwens, kijk, daar komt Ario aan. Ja, hij gaat me helpen. Dat hadden we afgesproken. We gaan samen eens even een picobello karretje maken. En daarmee ga ik de karrenrace winnen. Let maar op. Zo. Hey, Moffel. Ja, daar ben ik al, hoor. Hey, die plank, hoor, die hoort andersom. Ja. Ja, dat had ik ook al bedacht, Arie. Ja, nee, dat komt helemaal goed, hoor. Ja. Maar Moffel, dat had ik toch ook al gezegd, dat plankje andersom... Pier, bemoei je er nou niet mee. Ga jij anders naar het hol, want je loopt hier alleen maar in de weg. Misschien kan je even thee zetten voor ons. Ja, lekker. Eens kijken. Dat, ja, dus die, ja, die moet andersom. Ja. Het ziet er al goed uit, Moffel. Ja, hè? Ja, dat is heel solide. Oh, nou ja, zeg. Wat denken ze wel? Alsof ik niet kan timmeren. De karrenrace winnen. Nou, mocht hij willen. Die rare mol. En trouwens, het is ook mijn huisje. Ja, nou hoor. Ik pik het niet. Ik pik het gewoon niet. Stomme mol. Maar, hé... Hey. Ik weet wat. Ja, ik weet wat. Hihi, dit wordt leuk. Wacht maar, hij weet niet wat hij ziet. Zo, nou zullen ze eens wat gaan beleven, die twee timmermannen. Even kijken. Een rode en een zwarte viltstift heb ik nodig. Ja, ik begin met zwart. Hallo, daar ben ik weer. Ik ben Flip de Beer. Bij wie mag ik logeren? Allemaal. Vandaag gaan we iets moois maken. We gaan eerst tekenen. Sommige op de lucht hebben toch hout? Sommige zijn van ijzer. Ja, dat eigenlijk ook een brug van hout. Wat maken jullie dan? Brokken zijn niet altijd groot. Ik zie het. Het is een brug. Dat is water. Ja, een brug over het water. Moet er niet nog iets bij? Kijk eens naar buiten. Wat zie je? Oh ja, die heeft palen. Ja! Oh ja. Die brug heeft palen. Een brug met een houten palen. Ja, voor de stevigheid. Ja, toch? Ja. Goed zo. Dat zijn palen. Flip de Beer moeilijk. Ja, je kan het niet zo goed. Jij kan het beter, Sil. Wie lopen ze? Ja. Dit ben ik, dit is Flip, dit is Sil. Ja, en daaronder, wat is dat? De palen. Oh ja, en daaronder? Wat is dat daaronder? Water. Oh ja, tuurlijk. Hey, Lego. Gaan we nu een brug bouwen van Lego? Hij is in zo. Ja. Oeh, Sil, dat wordt mooi. Kiel, kijk maar, je kan even helpen. Ja, goed zo. Ja. Hé, hey, kijk eens. Flipje bouwen. Een mooie brug. Ga je er nog een maken? Boters. Dat is mooi. Wordt dat nog een brug? Want ik heb niet genoeg kleine boters. Ik denk dat ik het weet. Misschien wel. Dat ben ik. Van Lego. Mooi. En ik loop over de brug. Die valt niet door. Nee, hij is stevig genoeg. Maar is hij ook stevig genoeg voor mij? Ja, eens. Probeer eens. Even kijken, hoor. Hoep. Oh, ik ben veel te zwaar voor deze brug. Misschien moet het van iets anders. Ja, blokken, natuurlijk. Grote blokken. Dan kan je een grote brug maken. Daar kan ik vast wel op. Zo, pak een blokje. Flippy, zwaard. Ja,
Even kijken. Boom. Is dat stevig? Nee. Nee, zo moet het niet. Even kijken, hoe kunnen we... Ja! Dit is slim. Zo wordt hij heel stevig. Even een blok pakken. Ja, de andere kant. Mooi gemaakt. Nog een paar erbij. Oh, dit wordt echt stevig, jongens. En hopla. Nu nog een plank erbovenop. En dan hebben we een brug. Dan moeten we wel even kijken of die stevig genoeg is. Lijkt net een bankje. Ja. Oh, maar hij zakt wel een beetje door, jongens. Zijn jullie niet wat vergeten? Kijk eens. Hier moeten palen staan. Ja, de pijlers. Je kan de palen maken, toch? Ja. Dan is hij pas echt stevig. Kan je er zelfs op stampen. Nog eentje. Ja, plankie. Hoppakee. Hij houdt het. Ja? Zou die mij ook houden, jongens? Hop, hop. Hij zit eroverheen. Nou, hij is heel stevig. Goed gemaakt, jongens. Ik kan hem ook zelf vast. 1, 2. Dag. Tot de volgende keer. Dag, tot de volgende keer. Dat is mooi geworden, Arie, mijn kar. Weet je, ik denk dat ik straks het hardst ga van iedereen. Oh. Ja, ja. Hé, hey, en ik ben wel benieuwd wat Piertje ondertussen in de... Huh? Wat is dat nou? Hey. Wat hangt er op de deur? Nou ja, dat is een soort verkeersbord, geloof ik. Ja, ja, maar wat betekent het? Het is een rode rand en er staat een mol op met een schuine streep er doorheen. Dus ja, volgens mij betekent het verboden voor mollen. Huh? Ja. Verboden voor mollen? Ja, ja, dat denk ik echt, moffel. Nou ja, zeg, wat is dat nou voor een onzin? Ja. Nou, wat een soesa, zeg. Pier, doe nou... Au, hé. Hey. Pier, doe ze open. Pier. Nee. Nou, ja, maar Pier, doe niet zo raar. Doe de deur nou open. Nee, hé. Hey. Zie je dan niet wat er op de deur staat? Verboden voor mollen. Ja, maar... Ik woon hier toch? Helemaal niet. Ga jij maar fijn naar je huisje, moffel. Lekker klussen met Arie. Dat kunnen jullie toch zo goed? Hè? Hè? Zonder mij? Nou ja, zeg. Ja, maar Pier... Als ik niet in het huisje mag, moffel, dan mag jij niet in het hol. Ga maar weg. Hoepel op. Snertmol. Oh, ja, moffel. Ja, maar Pier, je snapt het niet, want het was niet zo bedoeld, hoor. Want ik kwam nou juist aan jou vragen of jij mijn kar wilt beschilderen. Ja, want dat kun jij veel beter dan ik, hoor. Ja, dat zei ik toch net ook tegen Arie, hè? Dat jij talent hebt om te schilderen. Ja, ja, ja. Dat zal wel. Ja, ja, zeker, ja. Ja, Piertje is een echte schilderes. Ja, want jij kunt nog geen kwast vasthouden. Oké, vooruit dan maar. Kom dan maar binnen. Oh, fijn. En wil je doen, Pier, mijn kar beschilderen? Want hij is mooi geworden. Nou, oké dan. Maar dan wil ik niet dat jij gaat zitten kijken, hoor, mof. Want als ik aan het werk ben, dan wil ik geen pottenkijkers. En jij ook niet, Arie? Nee, natuurlijk niet. We gaan gewoon hier wachten, in het hol, totdat jij klaar bent. Ja, oké, mooi. En dan roep ik wel als ik klaar ben. Ja, zeg, en Pier? Ja. Doe je wel lekker felle kleuren, want daar hou ik dol van, hè? En dan ga ik ook harder, zul je zien. Ja, want ik wil wel winnen. Oh. Ja. Ik ben Farah. Ik heb lange rosse haren en blauwe ogen. Op mijn neus staan sproetjes. Ik zou er graag zo uitzien als de anderen, maar dat is niet zo. Ik ben anders. Mijn wang is rood en ruw en ook wel een beetje dik. Ik heb een litteken op mijn gezicht. Soms wijzen kinderen naar mijn litteken. Je bent niet mooi, zeggen ze. Mijn litteken doet geen pijn, maar hoe de andere kinderen doen wel. Ze kwetsen me. Alleen Nicola niet. Beertje Bas is mijn knuffel. Hij is mijn beste vriendje. Ook hij is anders. Hij mist een oog. Het is niet erg. Het valt niet op. Oh, ik knuffel hem zo graag. Liesje vraagt me op haar verkleedpartij. Dat vind ik eng. Wat moet ik aandoen? Zullen de andere kinderen naar mij kijken? Of zullen ze staren? Zal ik wel mogen meespelen? Nee,
Ik blijf liever thuis. Maar mama stelt me gerust. Ze neemt me mee naar de winkel. Ze hebben er veel kostuums. Een gekke clown, een stoere piraat, een knuffelkonijn. Nieuwsgierig kijk ik rond. Zijn er ook maskers? In de etalage hangt een sprookjesjurk. Er hangt ook een mooi blauw vlindermasker bij. Mama, zou ik een mooi prinsesje zijn? Je bent de allermooiste, zegt mama. Het masker bedekt mijn litteken. Je ziet er helemaal niks van. Joepie, ik dans in het rond. Er zijn veel kinderen op het feest. Mijn hart bonst. Ik tril een beetje. De kinderen kijken me vragend aan. Zeg, wie ben jij? Ja, wie ik ben jij? Ik herken je niet. Hey, ik ook niet. Hé, hey, wie ben jij? Ik herken je niet. Ik ben het, Farah. Oh, wat zie je er mooi uit. Ja, je ziet er mooi uit. Ik bloos en niemand kijkt nog naar mijn litteken. Nicola kijkt me verlegen aan. Ook hij bloost. Plotseling geeft hij een zoen op de wang met het litteken. Ah, jij bent mijn prinses. Wat ben ik gelukkig. Ik ben net zo bijzonder als de anderen. Bijzonder mooi. Zou ze al klaar zijn, Pier, met mijn kar? Want ze is best wel een tijdje bezig, hè? Ja, maar het is ook een flinke grote kammoffel. Dus dat duurt wel even. Ja, ja, dat is zo, ja. Ik hoop maar dat ze heel veel rood gebruikt. Ja, want dat vind ik mooi. En dan van die snelle race-strepen aan de zijkant. Geel of zwart. Ja, wat zou jij mooi vinden? Oh ja, geel of zwart. Of misschien blauw. Ja, ja, dat zie je ook wel bij van die echte raceauto's. Ja, maar dan ook echt knalblauw, hè? Knalblauw. Mm-hmm. Of groen. Ja, oh, ja, knalgroen. Ja. En dan ook met zo'n mooie bliksemschicht erop. Oh, en ja, die moet dan geel. Knalgeel. Oh. Ja, ja, ja. Oh, helemaal goed. Oh, moffel, ik zie het helemaal voor me. Oh, dat wordt schitterend. Ja. Want dat kan ze goed, hoor, Arie. Ja, moet jij maar eens opletten. Mijn kar wordt de allerstoerste kar van allemaal. Zo, nou, mooi. Klaar, hè? Hij is klaar. Jullie kunnen komen. Oh, ja, ja. Kom op, Arie. Gauw daar naartoe. Ja, ja, we komen, ja, Pier. Ja, ik kom ook, ik kom ook. Tada! En? Hoe vinden jullie hem geworden? De kar? Huh? Leuk, oh, yeah, hè? Ja, zo vrolijk met al die bloemetjes. Ik vind het echt schattig. Ja, maar hij heeft helemaal geen racestrepen. Nee, maar wel bloemetjes. En ik zie geen gele bliksemschicht. Nee, maar wel een gele zon. Nou, moffel, zo'n stoere kar heeft helemaal niemand, hoor. Ja. Nee hoor, mof, ja, maar, je bent echt de enige met zo'n kar. Dat zul je zien. Het lijkt wel een meisjeskar. Ja. Ah joh, dat geeft toch niks. En natuurlijk doen er ook meisjes mee. Ja, wat dacht jij dan? Dus, Mof, jouw kar kan wel heel hard. Maar ja, als je nou niet wint, dan heb je toch nog de mooiste kar van allemaal. Toch? Ja, ja. En koekeloeren jullie dan weer de volgende keer? Wij? Ja hoor, ja. Bij onze programma's is begeleidend materiaal te bestellen. Een educatief spel, poppen, mappen, handleidingen en werkbladen. Ga naar schooltv.nl/webwinkel. Rode lichtjes, heel de kom versierd.
versiert. Maar het mooiste is onze ster, want die zie je al van ver. Witte lichtjes, rode lichtjes, ze hangen. Allemaal. Vandaag zijn we verkleed als piraten. En we gaan een schat zoeken. Wat is dit? Een... Nee, dit lijkt wel een brievenbus. Ja. Ja, ik denk dat Flip het mooi vindt. Oké, ja. Gaan we naar de brievenbus. Brievenbus. Weet jullie waar die is? Kom ons even uit rechts, hè? Nou. Kom maar mee. Naar de brievenbus om de schat te vinden. Zien jullie hem al? Ja, dit is de brievenbus. Nou, dan moet hier ook de schat liggen, toch? Even goed, even zoeken. Zien jullie de schat? Heb je wat gevonden? Ja! Kijk! Hé, het is weer een briefje. Dat is niet een schat. Bos. Bos. En hier is een dingetje. Jongens. Is dit een S? Ja, er staan nog een boom op het briefje. Ja, we moeten natuurlijk daarheen. Daar is het bos. Rechtdoor, goed zo. Die kant wijst de pijl ook op. Ja? Kom op, jongens. Die kant op. Dat is de kant van de schat. Hé, weer een briefje. Wat zou erop staan, jongens? Misschien weer een aanwijzing. Het draait de spijker er even af. Wie leest dat? Kat! Ja, goed zo. Oh, ik zie een huisje en een deur. En daar moeten we naartoe. Ja, en er loopt een pad langs. Hé, dat lijkt wel heel erg op die tekening. Dat is dat huisje. Met die deur. En waar is dan het pad waar we langs moeten? Ja! Ja, dat is goed. Dat is de goede kant op. Hé, jongens, weer een briefje. Weer een briefje. Waar gaan we heen nu? Wat staat erop? Water. Ja, water. Ja, ze hebben het goed gelezen, hoor. Daar is het. Hé, weer een briefje. Fontein. Ja, fontein. Ja, die staat op het briefje. En ik zie een echte fontein. Ik denk dat daar het bos is. Ja, bij de dikker. Waar de vlag op zit? Dus al die briefjes zijn aanwijzingen voor de schat. Eerst komt. Hebben we ze nu allemaal? Nou, wijs met je vingertje aan. Kijk, brievenbus. Ja. En dan moesten we naar het bos. Ja. Toen kwamen we bij het huisje met een deur. En toen moesten we over het pad. Huis met een... Met een pad. En toen kwamen we bij het water. En daar was de fontein. En die fontein is hier. Maar waar is dan dat rode vlaggetje? Daar. Oh, dan is daar ook de schat, jongens. Zoeken. Ja, hier is dat rode vlaggetje. Een doodskop. Nou, dan moet hier de schat zijn, jongens. We moeten gewoon. Dit is het einde, denk ik. Ja, want er zijn ook geen briefjes meer. Geen aanwijzingen. Hé, wat zou dat zijn? Die had ik het eerst gezien. Nou, is dat de schat? Ja, we hebben hem gevonden. Wat een mooie schat.